Hey iedereen, het is 11:30. Ik ben momenteel in Fort McMurray in het noorden van Alberta in Canada. En ik heb geen thermometer, maar volgens de website is het momenteel, was het min 28 rond 11 uur. Met de wind erbij, zogenaamde windchill, min 37. En vannacht gaat het tot min 40 gaan met windchill. Dat zal rond de 30 graden effectieve temperatuur zijn. En dat is ideaal weer om een paar kleine experimentjes. Oké, ik ben buiten nu. Ik ga een klein lukkigheidje proberen. Ik weet niet of het gaat lukken. Min 30 is sowieso alles wat ik doe redelijk cool. Toch op zijn minst een beetje chill. Dus we zullen zien wat er gebeurt. Dit is ook nieuw voor mij. Ik heb nog nooit min 30 meegemaakt. En min 40 met een wind. Dus we gaan even kijken. Jullie zouden me moeten zien nou. Fetch. Er is mijn emmertje met kokend water. Het effect wat je ziet is hetzelfde als dat je uitademt op een koude dag. Als je in de zomer uitademt, dan zie je nooit je eigen waterdamp. Maar als het heel erg koud is, dan zie je je eigen waterdamp een beetje. Dus het is hetzelfde hiermee. Dus Het is wat trager geworden. Ik moet trouwens oppassen dat ik mezelf niet bevries en verbrand op hetzelfde moment. Even kijken. Ja. En werkt het opeens minder. Ja, het werkt het beste als er echt wel wind is. Dan koelt het gewoon zo snel af. Dus kijk, als ik het nu gewoon echt heel hoog in de lucht gooi. Ja! Het ziet er gewoon best wel gaaf uit. Ja, ik ben misschien 27, maar ik heb dit nog nooit gedaan. Ik vind het gewoon leuk. Een beetje spelen met de natuur. Oké, zo. Het laatste beetje smaten. Hoppa. Oké. Geeft wel mooi wat dampen. Niks speciaals, gewoon leuk. Ja, de volgende keer als ik dit probeer, dan denk ik dat ik zo'n grote stevige supersoaker koop en daar dan gewoon kokend water in doen en dan wat druk erop zetten en dan gewoon stom naar buiten spuiten. En dan vraag ik me af wat dat geeft.